Om het maar eerlijk te zeggen, ik heb wat gedronken. Ik denk dat ik meer gedronken heb dan dat jullie op kunnen in 3 dagen. Normaal gesproken doe ik niet zo'n uitzending in deze toestand. Van mijn vriend Jurk kreeg ik deze link. Ik ga er nu op klikken. Als het goed is, gaat de audio gelijk lopen. En het gaat over de paus. Dit schoot me echt in het verkeerde keelgat. Niet dat Jurk dit mij gestuurd heeft. Jurk heeft mij op de hoogte gebracht. De boodschap, die schiet mij, die schoot mij en die zal mij altijd schieten in het verkeerde keelgat. Als je mij pissed off wil krijgen, dan moet je dit soort dingen op YouTube zetten. En niet Jurk Liesman dus, hè? Even voor alle duidelijkheid, hè? Kijk maar met me mee. Like every Sunday, Pope Francis... Oké, beginnen we gelijk. Zoals elke zondag. Zondag? Wat is een zondag? In Genesis staat dat de Heere Heere, ik ben een christen, de Heere Heere, die heeft de 7e dag tot rust genomen. We kunnen ook zeggen, we gaan elke woensdag doen we niks. Snap je de leugen die erin zit? Elke zondag gaat een of andere kerel met een keppel, zo heet zo'n ding. En wat gaat hij dan doen? Reflected on the gospel of the day. Even terug. Ze zei, the gospel of today. Even naar haar luisteren. Reflected on the gospel of the day. Hoor je het? The gospel of today. Dat kan niet. Dat is een contradictie. Er is geen evangelie. Er is geen blijde boodschap van vandaag. Er is een blijde boodschap. Heb ik een kerel nodig in een jurk, in een gebouw, die mij vandaag gaat vertellen wat de blijde boodschap is? Ik had bijna fucking gezegd. This time he recalled that the Christian, as a citizen, cannot separate from his or her civil obligations. Zo dadelijk krijgen we dat nog ondertiteld. Maar deze dame zegt het al. Dat een christen heeft nog steeds burgerplichten. Daar gaat het om. Je bent een christen, dus je burgerplicht. Je begrijpt het wel. BTW over je accijns. Want daar komt het op neer. Hè? Je drinkt een glaasje rode wijn in het café. En dan gaat over die wijn gaat eerst de accijns en dan de BTW. Je burgerplichten? Nee. Ik als christen, even om jullie duidelijk te maken. Ik ben een christen. Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik erachter kwam dat mijn christendom logisch onderbouwd is. Niet door mij.
door mensen die na Christus geboren zijn en de taal bestudeerd hebben. Want over iets anders als taal kan je het met mij niet hebben, tenzij je wil vechten. En dan vind ik dus als taalkundige dat je dat van tevoren tegen mij moet zeggen. En niet in ene beginnen te rammen terwijl ik mijn leesbril op heb. Even over taal, snap je? Nou gaan we verder luisteren naar deze homo. Dat is geen belediging trouwens hoor. Je mag iedereen homo noemen. Homo sapiens, homo erectus, homo economicus, zeg maar. Il cristiano è chiamato in... Dat zegt iets af. Dit is Franciscus. Hij was zo goed als de baas. Hij was een toezichthouder, een gouvernant in Argentinië, waar 35.000 mannen... Nou, ben ik nou te seksistisch? Daar moeten vrouwen tussen gezeten hebben. En laten we optimistisch uitgaan van 10% vrouwen. Dan waren dat dus 35.000 mannen. Nee, personen. En dan daarvan 3.500 vrouwen. Laat het even op je inzinken. En naar die man zit je nu te kijken. Die heeft er met zijn neus bovenop gestaan. Dit is Jorge Mario Bergoglio. Antichrist, anyone? Hier zie je hem. Onder zijn regime, de katholieken, hè? Ik maak een duidelijk verschil tussen mensen die zich overgeven. Nu geen grapjes gaan maken. Er zijn ook mensen die moeten overgeven. Want ze hebben te veel gedronken. Nou, maar de mensen die zich overgeven aan hun leven. En dan kiezen ze. Zo zijn er mensen geweest. Die hebben gekozen. Voor het katholicisme. En ze hebben de gelofte van armoede afgelegd. En ze gingen verblijven onder de daklozen. Dat zijn mensen naar mijn hart. Tegen die mensen heb ik niks. Maar deze klojo wel. Hij heeft afgekondigd. Onder zijn regime, moet ik zeggen. Onder zijn regime is afgekondigd dat die lui die de gelofte van armoede wel erg letterlijk namen, namelijk door zelf in de sloppenwijken te gaan wonen, dat die de muil moesten houden. En meer dan 100... hebben daar geen gehoor aan gegeven en een aantal daarvan waren vrouwen. Ra, 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 wat is er met die vrouwen gebeurd voordat ze doodgingen? Die mannen zijn waarschijnlijk niet... Puntje. Gorgio, je moet bijna braken van zijn naam. En wat hij zo dadelijk gaat zeggen, hè? Dat gaat hem zijn kop kosten. Want dat gaat niet tussen mij en Jorge Mario Bergoglios. Het gaat tussen mij en mijn vader.
die de vader is van Christus Jezus. En het gaat tussen hem en zijn vader, die mijn vader is. En hij gaat zich maar verantwoorden. Hij gaat maar aan mijn vader vertellen dat hij zo heeft mogen liegen. Dat hij al die vrouwen heeft mogen laten verkrachten voor het grotere goed. Het doel heiligt de middelen. Laten we gewoon naar hem luisteren, ja? The Christian is called to commit himself concretely to human and social realities. Nee. Ik heb een band met de Vader die de Vader is van Christus Jezus. En dat gaat via Christus Jezus die zichzelf geofferd heeft voor alles wat ik zou kunnen of heb voor mijn zonde. En ik vind het genoeg geweest. Eén mens aan het kruis, dat is genoeg. Er hoeft er niet nog één. En deze man in een witte jurk. Impegnarsi concretamente nelle realtà umane, sociali, centra. Hoppa! Lees gewoon de ondertitel. Die kunnen jullie toch zien of niet? Without opposing, tussen aanhalingstekens, ik weet niet waarom, God, en dan, tussen aanhalingstekens, keizer. Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Dit is blasfemisch. Dit is de antichrist. Dit is de man die net zo goed met zijn blote billen als de eerste beste koorknaap achterstevoren op zijn kansel had kunnen staan en een scheet had kunnen laten. Dit soort dingen zegt men niet. Geen kinderen van God praten zo. Kleine kinderen en dronken mensen, en ik heb gedronken, spreken de waarheid. Dit zeg je niet. Hier, dit is, als je social justice warrior wil zijn, ja, arresteer die klootzak. Ga hem paintballen. Mijn woede is groot. En ik weet niet waar ik boos op moet zijn. Moet ik nou boos zijn op Wesse Klojo? Of moet ik boos zijn op jullie die zo achterlijk zijn? Je ziet hem toch liegen? Misschien weet jij gelijk wat ik bedoel. Dan wil ik je helpen om andere mensen uit te leggen waarom deze man, Jorge Mario Bergoglio, Franciscus, hoe durft hij zichzelf Franciscus te noemen, want ik ben Perry Franciscus Martinez, maar hij is een soort broer van mij of zo. Hij is mijn broer echt niet. Nou, mijn domme broer. Ja. Ik heb ook een tante gehad en die zat in het Geestesinstituut. Ja. Terug te keren naar het onderwerp. Wat deze meneer aan het vertellen is, is dat je geen tegenstand mag bieden aan God. Dat is het eerste wat hij zegt. Want die quotejes kunnen daarom weg. We hebben niet nodig. De Heere Heere heet dat. Had hij ook gewoon kunnen zeggen, Lord, Lord, op zijn Engels. De vader van Christus Jezus.
Ja, het heeft geen enkele zin om daar tegen in te gaan. Dat is een tautologie. Als er iets is waar je niet tegenin kan gaan, is dat de Heere Heere. Kom op, wake up, people. Dat kan niet. Je moest het weten, de Mohammedanen die zeggen Allahu Akbar. Dat is nog een understatement. Het is nog veel erger. Ik ga weer even hoesten. Want jullie gaan nadenken over mijn volgende bezwaar tegen deze leugenaar. Ja, wat is een keizer? Wat is dat? Wat is een keizer? Hij? Hij, wiens organisatie het goedkeurt, dat er af en toe gebeurt er wat met kleine kindjes. Maar ja, als er maar geneukt wordt, is het goed. Ongeacht of er kinderen van komen, als er maar geneukt wordt. Hij is gewoon van een seksporno-organisatie. Ja, Perry, maar nu kom je wel hard over, hoor. Jij doet net alsof je de krant gelezen hebt. Ja. In het boek Samuel, het Oude Testament, daarin verzocht het volk aan de toen heersende profeet Samuel om een koning. Samuel heeft gezegd, dat moet je niet doen. Er is er maar één jullie koning en dat is de Big Bo. Hoe moet je dat zeggen? Die naam sprak je niet uit in die tijd. Nu nog steeds niet. De Heere Heere, zeggen wij dan. Of God. Nou, de Israëlieten, die namen daar geen genoegen mee. En die wilden toch een keizer. Ja. Leuk afgelopen, jongen. Zo de knetter. Sa contrapporre Dio e Cesare. Ja, Dio e Cesare. Ja. Contrapporre Dio e Cesare. Om God en Caesar. Om in te gaan tegen God en Caesar, dat is een fundamentalistische houding. Mijn ding is, de enige die mij 7 kleuren stront kan laten bezorgen, midden in de nacht of zelfs morgens vroeg, degene waar ik het meeste angst voor heb, die ik niet eens in de ogen wil kijken, waarvan ik alleen maar hoop dat ik aan zijn zijde sta. Ja, daar ga ik niet tegen in. En dat hoeft deze klojo me niet te vertellen. En een keizer, ja, noem mij één keizer op deze wereld nu, of in het verleden, waar ik tegen had moeten zijn? Moet ik tegen Mark Rutte zijn? Ja, eigenlijk wel. Mark Rutte vind ik een leugenaar. Mark Rutte liegt. Jan-Peter Balkenende liegt. Matthijs van Nieuwkerken liegt. Peter R. de Vries liegt. Dat zijn leugenaars. Dus om tegen te zijn tegen dat waar je het meest bang voor moet zijn en leugenaars,
dat is een fundamentalistische houding. Dus dan word ik morgen gearresteerd door de ME. Zo zeg. Sarebbe un atteggiamento fondamentalista. The Pope called on those present to reflect on another question. Who is a priority in their lives, God or the world? Oh, okay. Wat is de prioriteit in je leven, God of de wereld? Gesù ricava dalla domanda. Daar gaat dus Jorge Mario Bergoglio Jezus quoteren. Waar haalt die man het lef vandaan? Ik laat even een pauze vallen. Hij gaat Jezus quoteren. Okay. Dus er werd een vraag gesteld door de Farizeeërs. Mooi. Postagli dai farisei un interrogativo più radicale e vitale. Een vraag die radicaler en meer radicaler en levendiger is voor elk van ons. Dit lijkt mij slecht Engels. Per ognuno di noi. Un interrogativo. Het is een vraag die we onszelf kunnen stellen. Che noi possiamo farci? A chi appartengo io? Aan wie hoor ik toe? En volgens mij heeft deze man geen enkel benul wat hij aan het voorlezen is, hoor. At the end, Pope Francis. Kijk, waar is nou die Jezus-quotering? Ik kan de hele ding nog terugzetten. Wat was nou het woord van Christus Jezus? Waar had hij het dan over? Helemaal nergens. En waar gaat het over? Ja, al die vrouwen met een hoofddoek. Francis asked for prayers for Kenya. He recalled the 109 martyrs beatified in Barcelona and prayed for Christians around the world who are suffering persecution. Ja, en dat is zo. Als je een christen bent, om het uit te leggen, een christen is een anarchist. Een christen is een egalitarist. Een christen oordeelt en oordeelt niet om zichzelf te verheffen. Je mag oordelen. Je mag zeggen, deze soep is mij te zout. Je mag zeggen, ik vind jou niet aardig. Je mag zeggen, ik wil naar buiten. Je mag zeggen, het regent. Je mag oordelen. Tuurlijk mag je oordelen. Je mag niet oordelen om jezelf te verheffen. Dat is het christendom. Het christendom is het laatste geloof. Er komt niet nog een ander geloof dan het christendom. Dat weet meneer de paus. Jullie niet. Ik wil niemand beledigen, maar dat geeft een verschil. Meneer de paus weet dat het christendom het geloof is. En daarom heeft zijn familie, want die Jorge Mario Bergoglio, die heeft ook een tante en een opa. Zij weten dat. En ze gebruiken dat. Je kan niet eens zeggen dat ze het misbruiken.
Want wat ze altijd nog gedaan hebben, is dat ze de Bijbel op een of andere manier doorgegeven hebben. En voor een deel tanden knarsend. Ook dat nog. Het christendom is het. Het is alles wat we hebben. En was Christus Jezus niet voor onze zonden gestorven aan het kruis? Zucht. Dan waren we er erger toe aan geweest. Zo niet waren we dood. En er had niemand nog iets te klagen over jenseits van goed en böse. Want daar klaagt men toch graag over. Over dat boek van Friedrich Nietzsche. Wij hebben Christus gekregen. De juridische term is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het zo dat God zo ontzettend veel van ons hield dat hij zelf in het aquarium is gesprongen en een visje is gaan wezen, net als wij. Dat is een beetje sprookjesachtig wat ik nou zeg. Anders gezegd, Christus Jezus was zijn enig geboren zoon. En dat is gebeurd. Je kan ook zeggen dat we daarmee gefukt zijn, bevrucht zijn. Even positief, hè? Bevrucht zijn. En die rare katholieke kerk hebben wij niet nodig. Dat is idolaterie. Dat is Grieks, Romeins, Egyptisch, Babylonische meuk. En Amerika zit er helemaal onder. Ja, en Rome ook. Het stond al in de Bijbel dat niemand moet nu gaan huilen van: oh, Perry, je bent zo'n onheilsprofeet. Je gaat ons nou vertellen dat het Vaticaan, het is de antichrist. Oh, dan kan ik vanavond niet slapen. Nee, je had gewoon je Bijbel moeten lezen. Want daar stond het al in. Nou, even het laatste stukje, ja? En dan ga ik leuk afsluiten. Het was echt een hele officiële uitzending zelfs, ja. Nou, de leuke afsluiting is natuurlijk dat God is. God is het issende. Alles wat is, is God. Want het zit hem in de is. Het belangrijkste van God is dat hij liefde heeft uitgevonden. Hij heeft waterstofatomen op de wereld gezet. Helium, lithium, barium, borium of boor, en dan krijg je koolstof, dan krijg je stikstof, dan krijg je, nou,
heeft hij ook allemaal gedaan. Tot en met goud. Goud heeft hij ook uitgevonden. Wist je dat trouwens? En dat alles in... ja, in niks eigenlijk, hè? Wat hij ook heeft uitgevonden... in zijn wijsheid... in zijn rationaliteit... dat is liefde. Dat is een element... God houdt van jou. Misschien is hij op zoek naar jou. En dat je je daarom eenzaam voelt. Dat kan. Dat kan. Niks aan de hand. Hij vindt je. Gewoon een beetje herrie maken. En hij vindt je wel. Het is magisch, dat weet ik. En je mag het er niet over hebben dat het magisch is. Het punt is dat het magisch is. De wereld is niet materieel. En een paus Franciscus die kan dan zeggen... je mag God niet tegenstaan en ook de keizer niet. Ja. Dat zegt mij niks. Eerlijk gezegd. Dat is materialisme. Je bestaan komt uit je geest. En alles wat jij je medemensen niet vergeeft, dat zal jou ook niet vergeven worden. Je moet je medemens vrijlaten. Daar komt het eigenlijk op neer. En natuurlijk, maar ja, je hebt Mohammedanen en die willen dan hun vrouwen niet helemaal vrij laten, want die moeten met een kleedje over straat. Ik heb dat met mijn dochter ook. Die kwam ook op een dag bij mij binnen en toen was ze 13. Ik zat in één keer in een soort pornofilm met hotpants. Mijn dochter heeft hele mooie benen. Dat mag van mij. Ja, dat vind ik niet erg dat ze mooie benen heeft. Alleen. Ja. Ik zei tegen haar: je bent geen 8 jaar meer. Mag er een doekje overheen? Ja, toen kwam ze ook nog een keer bij me binnen. Dat had ik al van tevoren gehoord via mijn. Ik heb zo'n informantencircuit. Want ik ben gescheiden. En allerlei mensen die ik dan ken, die kennen mijn dochter ook. En een daarvan, die heeft in de prostitutie gewerkt. Een hele aardige vrouw. Konde geen lenen. Over haar geen woord kwaad. Kijk, ruzie met mij. En die zei tegen mij, ja, je dochter die liep opgemaakt over straat. En toen dacht ik echt, F my a-hole, wat krijgen we nou? En inderdaad hoor, een paar weken, een paar maanden later, komt mijn dochter hier binnen. Totaal opgetoeterd. Dus ik zeg tegen haar, want ik vraag aan haar, moet je dan zeggen, heb jij je opgemaakt? Waarop ze zei ja. En ik zei ja, ik kan het zien. Dus zei ze ja. En toen zei ik tegen haar, nee. Je mag je wel opmaken, maar ik moet het niet kunnen zien. Tenzij je gaat optreden. Als je Robert Smith bent of zo.
van de Cure. Dan doe je allemaal van die make-up of zo. Dat is allemaal best. Dan ga je optreden. Maar niet zomaar over straat. Ja. Het zijn van die morele dingen. En die morele dingen, dat is een paar pagina's Bijbel. Het is zo makkelijk. En aan die eikel daar in Rome lopen vertellen. Geen tegenstander zijn van God. Ja, dat is al op zich een slecht idee. Geen tegenstander van de keizer. Nou, dan mag hij hopen. Lees je Oude Testament maar eens. En begin met het boek Samuel. Met die eerste koning van het volk Israël. Hij heette Saul. Hey, hartstikke bedankt voor het uithoren van dit gezeur over de paus. Want daar hebben we niks aan, hè? En zeuren over de paus, dat slaat nergens op. Wij moeten zelf. Wij kunnen zelf. Wij mogen zelf. Wij moeten zelf. Laat je hart maar kloppen. En morgenochtend gezond weer uitslapen. En op zijn hamburgers zaak ik. Tjus. En dag, lieverds.